Het is zeker onze bedoeling niet om een hedendaags muziekensemble te zijn. Wij zijn meer een groep die bruggen bouwt tussen de traditionelere muziek en de nieuwe muziek. Dus in onze programmatie zal je dus heel zelden enkel hedendaagse muziek vinden. Dus ons vertrekpunt is eigenlijk het begin van de 20e eeuw. En dan voornamelijk in Wenen, waar dus het modernisme toen nogal sterk stond. En het is een beetje een cruciaal moment ook voor het publiek, blijkbaar. Dus veel mensen zijn daar eigenlijk afgehaakt, moeten van die muziek niet al te veel meer weten. Volgens ons ligt dat dus ook aan de uitvoeringen zelf, niet alleen maar aan de muziek zelf, die inderdaad wel een zekere moeilijkheidsgraad heeft. Maar dus wij proberen die muziek bij het traditionele repertoire te voegen, door ze te bestuderen tot ze voor iedereen te smaken valt. Een missie kan je dat moeilijk noemen, want het is natuurlijk begonnen als een liefhebberij. Het is begonnen als een soort van fascinatie voor een bepaald repertoire dat we nog niet kenden vanuit onze eigen conservatoriumtijd. En meer is daar natuurlijk een soort van filosofie in gaan kruipen, omdat we al te vaak dus geconfronteerd werden met mensen die allergisch reageren op bepaalde muziek. Of publieken die niet naar het concert komen omdat er bepaalde namen op de affiche staan. Hè.
En hoe moeten we opkomen? Hoe moeten we dat doen met het schot nou? De Kammersymfonie van Arnold Schoenberg in de bewerking van Anton Webern is voor ons een sleutelwerk, omdat het ook het eerste werk is dat we ooit hebben ingestudeerd. Het is het werk eigenlijk dat ook de reden is waarom wij in deze bezetting spelen, dus fluit, klarinet, viool, cello en piano. Die bezetting is ook een heel typische bezetting voor 20e eeuwse muziek, omdat het een soort van gereduceerd orkest is. Dus alle instrumentengroepen zijn op een beperkte manier aanwezig, zodanig dat je ook heel contrapuntisch kunt werken. En dus die muziek is op een of andere manier dan zo geconstrueerd dat je in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Franse muziek minder met klank bezig bent, maar veel meer met het contrapuntische weefsel van die muziek. Nu, de keuze voor dat werk is natuurlijk ook een keuze voor een sleutelwerk waarin je heel sterk aanvoelt dat het werk zowel het eindpunt van een bepaalde romantische traditie is als een soort beginpunt van een modernistische traditie. En daarin voelt het collectief zich wel heel erg in zijn nopjes natuurlijk, omdat dat heel dicht bij onze filosofie staat. Thank you.